We zijn hier vanuit Energierijk Houten, die met de startwijk De Oorde bezig is. En dat is eigenlijk in het kader van dat Houten aardgasvrij wil worden in 2040. En we doen daar een aantal dingen voor. We hebben een enquête gedaan met bewoners. En we zijn met referentiewoningen, energievoorbeeldwoningen bezig, een aantal deze week. En dit is ook een experiment dat we gaan doen, een luchtdichtheidstest. Om te kijken van hoe kierdicht zijn de woningen in De Oorde. We gaan eerst van binnen naar buiten blazen. Het huis staat dan in negatieve druk. En dan gaan we van buiten met de rookmachine bij de kozijnen langs. En dan gaan we de ramen afroken. En dan zien we aan de binnenkant waar het naar binnen loopt. Vervolgens zetten we de ventilator andersom. Dan blazen we van buiten naar binnen toe. En dan zetten we een rookmachine, een wat grotere rookmachine, op de zolder. En dan kijken hoe het dak presteert. Vervolgens gaan we ook nog even de kruipluik een beetje openzetten. En dan kijken of de kruipruimte luchtdicht is. Ik vermoed dat de muur onder de vloer niet helemaal luchtdicht is. Dat is algemeen gebruikelijk. En dus de buurvrouw die zal zeker rook onder de kruipruimte hebben. En als we pech hebben, dan zullen zelfs de volgende buren misschien nog wat rook hebben. Het was een leerzame ochtend. We hebben echt van alles gezien. En we gaan de resultaten hiervan meenemen in het plan dat we voor De Oorde aan het maken zijn. Dat plan wat we maken samen met de bewoners van De Oorde en wat we terug gaan koppelen aan de gemeente voor actie volgend jaar. Maar ook van hoe gaan we deze kieren dichten in de wijk. Tot die tijd, je kan altijd bij Energierijk Houten aan de bel trekken. We hebben energiecoaches, energieambassadeurs, allemaal mensen met kennis van zaken die je verder kunnen helpen. Kom naar ons energiebespaarcafé, maar het is allemaal te vinden op de website energierijkhouten.nl. Dus graag tot ziens.